Ruim een kwart van alle werknemers met een publieke taak in Nederland heeft wel eens te maken met agressie of geweld op het werk. Denk bijvoorbeeld aan verbaal geweld, pesten, intimidatie, bedreiging, fysiek geweld of ongewenste intimiteiten. De gevolgen van agressie zijn enorm. Medewerkers worden ziek, getraumatiseerd. Ook heeft het gevolgen voor familie en collega's. Het werk in de organisatie staat stil. Maar agressie heeft ook verdergaande gevolgen, zeker waar dat leidt tot angst en vermijdingsgedrag. Dan gaat het over integriteitsdilemma's en ondermijning van de democratie. Met wegkijken of vermijden wordt agressie echter niet aangepakt, kunnen agressieve klanten zelfs hun zin krijgen. Daarmee loopt de kwaliteit en professionaliteit van de publieke taak gevaar. Het is duidelijk: agressie tegen medewerkers met een publieke taak is onaanvaardbaar. Dat moet stoppen. Dat kan alleen wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: bestuurder en direct leidinggevende, werknemer en collega. Het is niet altijd gemakkelijk om te praten over agressie die je is overkomen of om dit intern te melden. Maak agressie daarom bespreekbaar en meld het in het team, onder collega's, met de leidinggevende of een vertrouwenspersoon in de organisatie. Dan kan er gehandeld worden. De informatie is te vinden op agressievrijwerk.nl. Daar staat de aanpak tegen agressie op het werk. Risico's bespreken en gezamenlijk een norm stellen voor acceptabel gedrag. Trainen op maat. Hoe zeg ik stop? Hoe kan een collega helpen? Wat is de rol van de leidinggevende? Etc. Melden en aangifte doen. Reageren richting de dader en schadeverhalen. Nazorg verlenen aan het slachtoffer en incidenten evalueren. Wees duidelijk over agressie. Altijd bespreken, altijd melden, altijd handelen. Meer weten? www.agressievrijwerk.nl